Goedemorgen, Mare. Hey. Wauw. Een hele goede morgen, lieve mensen. Welkom bij mijn kanaal. Tineke, ik ben van het kanaal Vloggende 50-plusser. En leuk dat jullie weer aangeklikt hebben. Ja, ik ben weer even aan het vloggen. Ik ben weer begonnen. Het is nu anderhalve week geleden zo'n beetje dat Romke is overleden. En we zijn wel op pad geweest. Ik had niet zo zin om te vloggen, om te praten. Ik heb wel gefilmd. We hebben de laatste vakantieweek. Nou, ik word gebeld. Ik moet stoppen. Maar ja, ik werd even gebeld door mijn kleinzoon. Ja, we zijn onderweg. We gaan even lekker ergens lopen. Het is mooi, hartstikke mooi weer. Het wordt warm weer. Weer een hele andere vlog dan jullie gewend zijn van ons. Geen boot meer, geen Romke. Nou, ik hoop dat jullie blijven. Dat je het leuk vinden om mee te gaan in de zoektocht naar een nieuwe boot. Want dat zijn we wel van plan. En binnenkort staat er ook een tripje met een camper die we gehuurd hebben op het programma. Dan gaan we denk ik naar Frankrijk, Normandië, Bretagne. We zien wel waar we uitkomen. Maar dat staat gepland en nou, ik hoop dat jullie dan meegaan. Jullie zijn in ieder geval van harte welkom. Ik ben wel weer gaan wandelen 's morgens met de dames waar ik altijd mee liep met Romke. Dat was ook wel even lastig, even een stap, maar ja, wel weer heel gezellig. En jullie zijn vandaag ook gezellig mee. En we gaan proberen er weer wat positiefs van te maken. Ja, we zijn, ja. Een nieuwe start is dit eigenlijk, zo kan je het wel noemen. En jullie zijn er getuigen van. Dus bij het natuurgebied De Delen. Dat had ik dus via Instagram. Liefst uit het noorden. Die heeft altijd leuke wandelroutes. En aparte restaurantjes laat ze zien. Dat is wel, ja, wel aan te raden om daar eens even een kijkje te nemen. Nou ja, ik ben hier volgens mij voor het eerst. Denk ik. Ik kan me nog herinneren dat we een keer ergens waren met schapen, met van die rare horens. En of dat dan hier is, dat weet ik niet zeker. Nou, we zijn zomaar ergens gestart. Geen idee hoe lang de route is, maar wij volgen nou de blauwe route. Er zijn bordjes met een rode looproute en een blauwe looproute. We hebben nou de blauwe gepakt. Laten we maar even zien hoe ver het is. Maar we hebben wel even zin om te wandelen, dus het is hier schitterend. Het zijn allemaal vlonde paden en bruggetjes. Die... door een soort moerassig gebied lopen. Het zijn vroeger bossen zijn geweest. En dat is nu ondergelopen of zo. Ik moet het eens even opzoeken. Ik heb toevallig vanmorgen zeiden we wat zullen we eens doen. En toen kwam ik dit tegen op Instagram. En zijn we hierheen gereden. Maar het is hier schitterend. Dat sowieso. Leuk met kinderen ook. Alleen die moet je vasthouden. Want... hier zit dus geen leuning. Aan deze kant wel. Maar hier kunnen ze ook tussendoor. Kijk nou, allemaal van die grote muggen hier op het water. Ja. Van die... Ja, dat denk ik ook.
van die waterschrijvers. Prachtig hier. Ik ruik nou ook echt zo'n moerassig luchtje. En de herfst zit al in de lucht. Dat ruik ik ook. Nou, omdat we alweer bij de parkeerplaats zijn en eigenlijk later daar zijn begonnen, gaan we nu via de officiële kant beginnen en nemen we de rode route nog eventjes. Even volgens het plan lopen. Kijk, we lopen weer over zo'n onderheen. Dit is achter mij. Echt prachtig. Maar voor kleine kinderen is dit niks, denk ik. Die liggen zo in het water. Dus ik zie Finn hier al in lopen. Okay. We kwamen er net achter dat dit niet rolstoel toegankelijk is. En met kinderwagens is het denk ik ook een uitdaging om hier te lopen. Vrij smal. Ja. Die houtsnippers. Ja, als het dan nat is, helemaal natuurlijk. Kijk hoe smal dit is. Nou, dit is een beetje kruispunt. Hier is een bruggetje. Dus, oh kijk, er gaat net een witte reiger. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja. Hier is een stuk water. En daar loopt water. En daar loopt Chris. Onze blauwe reiger. Zo, lieve mensen. Dit was een beginnetje weer. Weer een vlog van mij. Ja, ik... Na de dood van Rompke hebben we toch even een beetje, even wat in een proces gezeten. Ik had geen zin in vloggen, maar ja, ik heb toch wel gefilmd, maar ik had geen zin om in die camera te praten. Goed, daar ben ik nu weer mee begonnen. En ik laat jullie dus hier nog even wat beelden zien van Celine. Celine is naar Pantropica geweest met Finn. Toen mocht ik op Mare passen. Daar heb ik wat beelden van. En Chris en ik zijn nog naar Giethoorn geweest en naar Blokzijl. Daar heb ik nog even gefilmd. Daar heb ik nog even wat beelden van toegevoegd. Dus ik hoop dat ik weer wat inspiratie kan vinden om te vloggen. Binnenkort met een camper weg naar Frankrijk. Daar ga ik vloggen. Dus blijf kijken, mensen. Stay tuned. Goed zo, schat. Nog meer? Nog meer? Ja. Ja?
Goed zo, manneke. Die past hier niet in. Zo. Nee, daar heb ik een ander plekje voor. Oh, oh. Ja, mooi hè? Ja, schroeven draaien is dat. Oh, voorzichtig. Kijk, die doen we hier allemaal in. Toen maar, stop hem maar. Goed zo. Goed zo. Dit is het, goed zo. Toen maar. Stop het er maar in. Zo, ja, die nog, goed zo, dan doen we dit, nee die niet, die moet een ander plekje. Nou, geweldig hoor. Kijk, we doen hem dicht.
wie hebben wij hier? Goedemorgen, Mare. Hey. Oh, wat doet u nu? Api. Ja, api. Api. Echt hoor, de kleuren. Wauw. Is dat ook tevens het eind van de video. Bedankt voor het kijken. Steek een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer je nog even op mijn kanaal. Dat is helemaal gratis. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende vlog. Doei doei!